Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Mees Sietse en vandaag ga ik jullie uitleggen wat je moet doen bij nieuwsbegrip. Als je inlogt, zie jij iets anders dan ik. Want ik log in als mezelf, als de meester en dan zie ik meer dan jij ziet. Kijk maar even. Wat jij gaat doen, is je gaat naar het archief. Die staat bij jou aan de rechterkant. Archief, daar klik je op. Bij jou ziet het iets anders uit, dat weet ik. Jij zoekt op week 13, thuis bezig blijven. Die klik je aan. Jij ziet dan dit. Wat moet je gaan doen? Je maakt de basisles, de andere tekstsoort en de woorden. Je gaat dus alle drie de dingen doen. Je mag ook de quiz doen. Je mag het filmpje bekijken of je mag hem laten voorlezen. Als je niet meer weet hoe dit allemaal werkt, in de vorige video komt boven in beeld. Klik je erop aan de zijkant, klik je de video en leg je uit hoe dit werkt. Bij de basisles heb je een actief lezen, dat is gewoon een filmpje, kijk hem even. Dan staat hier opdracht 1, lees de tekst nog niet. Thuis bezig blijven is de titel, de kopjes zijn thuis sporten, thuis naar de dieren kijken en thuis ontspannen. Welke woorden zou je in de tekst kunnen staan, denk je? Type 3 in, dus welke drie woorden ga je in de tekst lezen? Dan heb ik hier de andere tekstsoort, dan zie ik eenzelfde tekst, maar dan over hetzelfde onderwerp, maar iets anders. Ik heb hem ook laten voorlezen. De woorden. Als je op gaat staan met je muis, dan zie je wat het betekent. En als je alles gelezen hebt, dan krijg je nog een woordoverzicht. Dan kan je nog een keertje doen. Doe dit goed. Ga je niet denken van bewegen. Oh, iets met je lichaam doen. Dat snap ik wel. Nee, ga eens oefenen. Dus ga, voordat je klikt, dan doe je bijvoorbeeld bewegen. Wat is bewegen? Iets met je lichaam doen. Klopt dat? Ja. En als je alle woorden weet, dan kan je de oefeningen gaan doen. Want dan moet je dan weten wat het betekent. Nou, dit was het jongens en meisjes. Veel plezier en tot de volgende video. Doei!